En de grote vakantie is vandaag officieel ingeluid. Nadat de zesde klasleerlingen gisteren hun examenresultaten in ontvangst hebben genomen, volgde vandaag de rest van de klassen. De lagere scholen sloten omstreeks 10 uur met de uitreiking van de rapporten. De resultaten van het basisonderwijs waren dit jaar beter dan die van de MULO-scholen. Dit jaar hebben de vierde klassen van de MULO-scholen een slagingspercentage van 49%. Een achteruitgang van 6,3% ten opzichte van het vorig jaar. De overige klassen van de MULO-scholen kennen ook veel zittenblijvers en drop-outs. Het GLO heeft dit jaar landelijk 57% direct geslaagden, terwijl 20% het leerjaar opnieuw moet doen. De rest, 23%, is geslaagd voor het LBO en LTO. De districten Para, Marowijne, Brokopondo, Koroni en Sipaliwini tellen de meeste zittenblijvers. Nikeri heeft dit jaar voor de vijfde keer achter elkaar de beste resultaten geboekt. Zowel bestuurders als onderwijskundigen in Suriname maken zich enorme zorgen om de slechte resultaten van de leerlingen. Volgens deskundigen is het heel onderwijssysteem in Suriname aan een evaluatie toe. Ook in het parlement worden er diverse debatten gevoerd over de status van het onderwijs. De grote vakantie eindigt dit jaar op 1 oktober. De scholen starten normaal op de eerste werkdag van deze maand.